Leonardo is geboren in 1452 in Vinci, vlakbij Florence. Is op 16-jarige leeftijd bij Andrea del Verrocchio in de leer gekomen. Dat was een goudsmid, beeldhouwer, schilder. Dus zijn leermeester was al veelzijdig. We denken bij Leonardo al gauw, hè, de universele mens, universeel genie. En hij had die geweldige gave om dat wat hij zag op verbluffende wijze uit te beelden. Da Vinci's uitbeeldingen gaan honderden jaren later als tentoonstelling de wereld over. Na onder andere Moskou, Rome en Las Vegas landt het geheel in het Rotterdamse oude postkantoor. En dat is niet voor niets. Nou, ten eerste is het een majestueuze ruimte. Kijk maar naar boven, dat is geweldig. Het lijkt alsof je in een kathedraal binnenstapt. Dus qua monumentaliteit is dit denk ik een hele geschikte plek om Leonardo weer opnieuw onder de aandacht te brengen van bezoekers van deze tentoonstelling. Eerder trok de tentoonstelling ruim 4,5 miljoen bezoekers. Dat is logisch, want Da Vinci was erg veelzijdig. Leonardo als schilder, Leonardo als tekenaar, Leonardo als wetenschapper, Leonardo was werkzaam als ingenieur. Het is dus bijzonder dat je eigenlijk hier de indruk krijgt van Leonardo's werkplaats, waar hij met verschillende dingen bezig was als veelzijdig genie. En wie deze werkplaats nog wil bezoeken, kan tot 6 januari terecht in het Rotterdamse postkantoor.